Je ziet maar. Zet je tv wat harder, want dit is Je ziet maar. Informatie en popmuziek vanuit een school ergens in Nederland. Hier is Hanneke Kappen. Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Je ziet maar. Nog heel erg bedankt voor alle reacties op de vorige uitzending. Er zijn vooral heel veel reacties gekomen op de reportage over de actie van de ANIP om scholen voor rolstoelers toegankelijk te maken. En daarover zie je meer verderop in de uitzending. En trouwens, we zijn te gast op de revalidatiescholengemeenschap in Arnhem bij Het Dorp. En hoe het is om te leven in een dorp speciaal voor gehandicapten, dat zie je straks in een reportage. We gaan ook naar Alkmaar, waar verleden week een punkfestival gehouden werd. En de muziek in deze uitzending is van Erik Mezi en van de winnaar van de Je ziet maar Cup en van Masada. Maar eerst komen we opnieuw terug op de nieuwste rage in Nederland, oftewel deel 3 van Gek van een Solex. Beelden uit Je ziet maar van een maand geleden. Gerben Lichthart vertelde waarom hij helemaal gek is van een Solex. Na de uitzending kregen we honderden reacties. Onder andere, zo lieten we 14 dagen geleden zien, van de 78-jarige heer Gerritsen uit Arnhem. Een van de velen die nog wel een Solex in de schuur had staan. Maar de Solex-gekte sloeg het afgelopen weekende pas goed toe. In het Groningse Marum. Verslaggever Michiel Praal was erbij. We zijn hier in Groningen, in Marum. Het is hier ijskoud, 5 graden onder nul, een straffe oostenwind. Er gaat hier een historisch feit plaatsvinden. Het is nog nooit eerder vertoond. De nationale kampioenschappen Solex Race op het ijs. Het is een uitgebreid deelnemersveld, zelfs van mensen uit Maastricht. En het belooft een spannende strijd te worden. En Je ziet maar, is er natuurlijk bij. Nou, wat mij betreft kunnen we beginnen. Starten maar. De Elfstedentocht leek er niets bij. Solex racen op het ijs. En meteen voor de eerste Nederlandse kampioenschappen, georganiseerd door de Solex Club Het Plofke uit Marum. In afvalracen streden er ruim 60 deelnemers voor een plaatsje in de finale. Per wedstrijd moesten 3 rondes op de ijsbaan worden gereden. Maar omdat een Solex met een rol op het voorwiel wordt aangedreven, kunnen er geen spijkerbanden worden gebruikt. En dan kan je moeilijk overeind blijven op het ijs. Ondanks de kou en de harde wind was de stemming in het rennerskwartier opperbest. Waar is het hier? Uitstekend. Ja, heb je al gereden zelf? Ja. En? Wordt er disqualificeerd of nog? Waarom? Ja, ik trap er sinds. Je mag niet meetrappen? Nee, ik mag niet meer trappen. Maar waarom nou Solex? Wat vindt u daar nou zo leuk al? Ja, de Solex die moet weer in de opmars komen. En dat is ons idee. Maar moet je er dan ook zo uitzien? Dat vind ik dus wel. Op gele klompjes en al helder.